vice-president Ronnie Brunswijk, die is er vandaag ingegaan op een aantal vragen van journalisten. Zo wilden wij van de vice-president weten hoe het zit met een aantal zaken, ook mede gelet op de tweede tranche van IMF. En dit zou toch moeten zorgen dat we wat veranderingen zouden moeten zien op het gebied van onze economie. En de vice-president die gaf er schouderophalend aan dat dat daadwerkelijk het geval zou moeten zijn. En heeft er in feite ook nog niets gezien. Verder spraken wij met de vice-president over de uitspraken van de NDP-voorzitter Delano Bouterse, die aangaf dat hij na de verkiezingen van 2025 geen samenwerking ziet tussen de NDP, ABOP en de VHP. Nou, de vice-president die was er verrast daarmee en gaf eraan dat hij haast dagelijks contact heeft met Bouterse. Er zijn nog een aantal andere vragen gesteld aan de vice-president en wij voeren u nu naar dat moment. Je moet je registreren, je moet ons hebben een goddane man van AOV-kantoor. Wat kunt u de senior burgers vertellen? Oké, de opdracht is gegeven. Dus in ieder geval de minister van de Sociale Zaken die komt straks hier. Dat zal ik maar hier sturen. Dat zijn jullie uitgelegd. Even uitgelegd. Ayobo, kijk eens naar jullie voorbeeld. Minister Sociale Zaken. Ik ga gewoon snel, 5 seconden. Dan gaan jullie beter uitleggen, want ik weet niet hoe de registratie geschiet. Maar in ieder geval, de regering heeft al opdracht gegeven dat via sociale zaken die mensen kunnen registreren en dat ze in aanmerking komen. Maar ik weet dat er een hele grote lijst is gepresenteerd van een aantal duizenden mensen die al zijn geregistreerd. Dus maar als er nog problemen zijn, dan moet de communicatie beter lopen. Dus het meeste gaan jullie gewoon uitleggen. Zover als er geen geld is, ga je toch niemand oproepen om te gaan registreren. Zo simpel is dat. Trafraag naar dit. Ja, trafraag naar dit. Ah, dat is dat. Men had gehoopt dat door die tweede tranche voor IMF, ja, akkoord was gekomen. Maar we zien juist iets anders, VP. Goeie message. I don't know. Aan moet je voor IMF nog stuk akkoord? Juni. Van juni alvast in het systeem te brengen, zodat de mensen voor de 10e van de nieuwe maand juli dan het geld kunnen ontvangen. Dat dus betekent, dus betekent dat mei is al betaald. Mei is al betaald. En juli, dat moet je wat geen money. Is dat money? Dus van juni gaan ze in juli ontvangen. Money day? Money day. Oké. Maar de senioren burger, hebben ze het over seks? Wat gaat over de registratie? Zou willen weten waar die mensen moeten registreren. Misschien kun je het beter uitleggen, want ik kan het niet uitleggen. Ten aanzien van de registratie, vice-president, ik heb een voorstel opgesteld die ik dan ook zal mededelen om de seniorenburgers makkelijker tegemoet te komen. En ik vraag dan dat we dan de nodige ondersteuning dan geven aan dit voorstel, waarbij de seniorenburgers dan makkelijker in aanmerking kunnen komen voor die 1800. Voorstel komt vandaag? Ik ga het nog vandaag presenteren. Okay, goed, ja. Maar we zitten dus al pas zeggen hoe ze nu moeten registreren. Want daarnaast naar pensioenfonds. Ja. Ze hebben geen informatie van het ministerie, Dus er zijn twee gevallen. We hebben gepensioneerden van het ambtelijke, die krijgen al die 1800. Die hebben vanuit hun salarisadministratie dan die 1800 al ontvangen. En we hebben gepensioneerden uit de private sector. En degene uit de private sector, daar zijn de pensioenbedragen soms heel hoog. Dus daar hadden we nog steeds het criteria behandeld om te kijken hoeveel u per huishouden ontvangt. Maar natuurlijk, als wij daarvoor kunnen zorgen dat de seniorenburgers een uitzondering kunnen krijgen vanuit de regering, dan zal ik van mijn kant uit dat voorstel dan uitbrengen, zodat wij dan vanuit de regering dat besluit kunnen nemen. Ja, dat is het. Oké, daarboven. Ja, VP, nog een vraag. Laatste? Ja, laatste. We hebben geluisterd naar de voorzitter van de NDP, meneer Bouterse.
Wanneer had hij iets gezegd? Hij was er op de radio. Oh. Ja, en hij zegt, na 2025 zit hij geen samenwerking zitten met de ABOP en de VNP. Kent u als VP, maar als... Dat moet niet lachen hoor. Dat moet niet lachen. Want wanneer mensen je elke dag belt voor samenwerking en dan hoor je dat er geen samenwerking komt, nou, dat is een verantwoordelijkheid. Als hij dat zegt, ik heb het geleerd, want ik heb dat ook gezegd, ik ga niet meer niet werken. Maar je ziet wanneer de politieke realiteit aanbreekt, dan wil ik zien wie zegt van ik wil niet meer niet werken. Om met iemand in de politiek niet te zeggen ik werk niet met die, vind ik zeer prematuur en onprofessioneel. Ja, want de relatie die ik met de NDP heb is een heel goede relatie. En vanaf de leiding tot de derde linie zeg ik, hey, bravo, jij zei ik nog wel aan je horen voor. Dat als je het niet zegt, misschien is het zijn politieke strategie wat hij zegt. Maar in ieder geval, ik ben niet verantwoordelijk voor zo'n uitspraak. Hij is zelf daar verantwoordelijk voor. Maar in ieder geval, ik zeg, ik kan nooit alles doen met Stree, alles doen met die partij van Alice Amavo, als zij zetels winst hebben behaald. Dan ga ik niet zeggen, want ik ga niet met iemand werken toch? Die persoon die zetels heeft behaald, daarmee ga je werken. Dus ik, deze partij ABOP werkt met een ieder die in de positie is. Meneer Bouterse belt u elke dag? Niet elke dag, ik denk dat we moeten dat niet meer verstaan. Ja, dus daar heb je actie met hen aan. Elke dag. Nou, maar ik bel in, ik kan bellen in of je wordt me bellen in Uno. Ik bel elke keer met hem. Ja. Hij is niet elke dag, maar ja, heel vaak. Elke maand. Ja. Zijn we in contact. Ja, en we zitten ook samen zoveel keren. Okay. Dus wat dat betreft, kan ik niet reageren daarom. Ja, VP, na je laatste gesprek met de president, is er toen beloofd dat er nu naar 2025 u wat meer taken toebedeeld zou krijgen. Is dat zo? Aan samenwerking, aan de sanitie? Is al besproken, maar het is nog niet gebeurd. Je hebt nog geen extra taken gehad? Nee, na 16 pas. 16? 16 juli, dat zijn we, dan vang het aan. Nog niet? Nee, nog niet. Ja, dat is nog pas VP of Palen voor de tweede helft? Nou, dan gaan we tweede helft starten. Okay. 16 juli. 16 juli? Yes. Okay. Dan we mogen dan van de VP verwachten, na 16 juli? Nou, dat is misschien wel wat uit de bus komt. Ik ga niet veel beloven. Dus wat ik zei, dus ik moet weer zien, dan pas kan ik zeggen van, hé, je loopt me van je aan, ik ga dat doen. Maar als ik nog geen middelen heb, kan ik nog niet beloven. Maar wat ga je nu precies doen met de middelen van IMF, die tweede tranche? Nou, in ieder geval wat er besproken is dat een deel van het geld gebruikt gaat worden voor versterken van ons programma. Dus dat, ik wacht erop. Oké.